Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag, dus het weekend is begonnen. En dat begint voor mij weer helemaal top. Ik dacht, we hebben een keer geen zieke boeg. Dat zou wel een keer leuk zijn voor de vlog, maar ja, dat is natuurlijk een beetje te dol. Dus Elin heeft vanmorgen alles ondergekocht, tenminste waarschijnlijk vannacht, alles ondergekocht, inclusief de muur. Dus ik heb nu alles schoongemaakt en alles zit in de was. Ja, de muur heb ik zo goed en zo kwaad als het ging schoongemaakt. Maar nou, ik weet niet hoe het eruit ziet als het straks droog is. Ik hoop dat je er dan niks meer van ziet. Maar nou, dat tot zover dus geen ziekenboeg. Nu was wanneer was het? Woensdag. Woensdag heeft ze ongeveer niet gegeten en gedronken. En wat ze at, dat kwam er het hart weer uit. Gisteren begreep ik van de opvang dat het op zich prima was gegaan. Dus ik had wel weer goede hoop. Gisteravond heeft ze niet heel veel gegeten. Maar op zich heeft ze wel wat gegeten. En een deel van de fles op. En draaide om vanmorgen dacht ik, oh nee, this is not good. Nou, ik heb er nu weer een fles in gedaan. Dus ik weet het niet. Wat ze dus ook heeft, ik zal het even laten zien. Die is mooi. Kijk, ze heeft helemaal dit. Maar het is alleen maar dit stuk hoor. Maar toen dacht ik, misschien moet ik even de dokter bellen. Maar ze kan het ook gewoon helemaal zelf gekrapt hebben. Ik heb het nu even ingesmeerd. Maar kijk, de rest van de rug is het niet. Maar bij de bil zat het ook, maar ze krapt ook gewoon heel erg. Dus ik weet het niet zo goed. Vanavond, of zometeen, Niels en ik voor Niels naar de kapper. Dan ga ik voor mezelf naar de kapper. Dan gewoon lekker in de zon met mijn moeder en de kids. En dan vanavond drankje met het vriendinnetje. Super veel zin in. En morgen hoop ik dan wel te kunnen gaan sporten. Maar volgens mij is het feestje tot 2 uur of zo. Ik ben natuurlijk niks meer gewend, dus aan het zien. En morgenavond hebben we een barbecue van een vriend van Sven. Dat is het volgens mij wel een beetje. Dus ja, het is op zich een leuk weekend. Ik hoop dat Helen dat ook vindt. Ze ziet er wel heel cute uit in het jurkje al een keer. Dus van, volgens mij allemaal van Next. Next Official van, dat koop ik dan via Zalando. Echt heel leuk merk. Goed, dus. Aan de slag. Moeder is even met de kids naar buiten. Die is net, ze is er net. Maar ja, Helen moet altijd voor de fruithapje alweer naar buiten. Dus dat is altijd vrij betijd. Want daarna gaat ze weer slapen. En ik ben ondertussen, ik had nog niet eens ontbeten natuurlijk in alle hysterie. En ondertussen ben ik eventjes het fotoboek aan het maken. Ik probeer eigenlijk elke keer na zeg maar zo'n vakantie met de familie. Maak ik een fotoboekje. En dat geef ik dan cadeau aan mijn ouders. Dat vind ik altijd wel leuk. Als bedankje. Oeh, niezen. Sorry, ik moest even niezen. Dat vind ik altijd wel leuk om dan cadeau te geven als een soort herinnering. Ja, ik weet zeker dat we de goede kant op gaan. Denk jij het ook? Oké, okay. Mooi gesprek. Een ziel. Ja, maar hij past er niet doorheen, hè, door de deur. Nee. Even kijken hoor. Kan jij de bladzijde op doen slaan? Ja. Ja. Dan krijgt Paul een reuze idee. Ze kunnen de gangen van de familie Mol goed gebruiken om dichter bij hun gevangen vriendje te komen. Dat is. Ik ben toch aan het leren op je haren? Een beetje meer in beweging. Nou, zijn haren zijn weer mooi. Mooi geknipt. Nou, Niels zijn haar is al gedaan. Nu mijn nog. Dat is wel nodig. Ik heb het ook echt al dagen niet gewassen. Dus ik zal wel denken. Net even geluncht. Ik heb trouwens een nieuw kettingje. Deze. Moet je eigenlijk even zien in combinatie met mijn andere kettingje. Maar dit is de N. En de E van Niels en Elin. En hun geboortesteentjes. Super knieuwd eruit. Hier ben ik weer. Hallo. Zand is omhoek. Nu loopt hij zonder hoek. Maar ja, nee, daar zijn we blij mee. Ik heb hem van
het is via Etsy, maar het is de zus van Rachel van de huismuts. Dus helemaal blij mee. Ik wilde nog steeds zeg maar, want ik heb dus die korte met hun lettertjes en ik wilde nog steeds een langer kettingje met een muntje eraan. Maar toen dacht ik, nou dit is eigenlijk ook wel heel leuk. Ja. Eerst stukjes eraf. Sessa zit in de auto. Voilà, de kraamtijd heb ik even een fruitsalade gemaakt. Ik zal trouwens nog mijn haar laten zien. Dit is het geworden, dus helemaal fijn. En ga ik even fruitsalade eten met die mama. Niels is bij zijn best friend aan het spelen en Helen ligt te slapen. Dus de boodschappen zijn bezorgd. Helemaal goed. Ja, heb jij mooie blokjes? Ja. Die zijn mooi. Oh, nu zijn het er twee. Mag ik er eentje? Ja. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Dankjewel. Oeh, gaan we vechten. Gaan we een toren bouwen. Ja, natuurlijk. Oh, kijk eens. Ja, gezellig. Ja, muziek. Ik ga de deur uit. Ik zal nog even mijn outfit laten zien. Dit is het. Helemaal van mijn jewelry, behalve mijn gimpen. Dus ja. Ik neem jullie niet mee, dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is zaterdag en ik heb een lichte kater, maar buiten was het haast goed. Sven had heel lief ontbijtje voor me gemaakt, maar ik heb daarnaast, ook eventjes een klein beetje een eitje gemaakt. Ik ga het allebei eten, maar ik begin met het ei, daar heb ik echt enorm behoefte aan. Het is wel super gezellig. Niet op mijn look. Gisteren was echt super gezellig. We hebben echt gelachen en gedanst en gedaan. Dus dat was helemaal leuk. Was om 3 uur thuis. Om 7 uur waren de kinderen wakker en aan het huilen. En dat is ongeveer zo'n beetje zo doorgegaan tot 9. Toen dacht ik, weet je, laat maar, ik ga er wel uit. Maar toen kwam ik eruit, toen zag ik dat Sven ze zeg maar net aan het klaarmaken was om naar buiten te gaan. Maar toen dacht ik ook, het is prima, de dag gaat beginnen. Zij zijn nu sporten. Ik ben toch maar even niet gegaan. Ik heb hem vannacht afgemeld, maar achteraf dacht ik, had misschien best kunnen gaan. Maar nee, maakt niet uit. En nu ga ik lekker een omeletje eten. En dan een beetje bijkomen. Echt, opmaken duurt altijd 100 keer zo lang. Ik zit in een soort trance een beetje zo. Nou goed, ik moet het nog even schoonmaken, u begrijpt. Maar ik zit net een stukje van de vlog van de huismuts te kijken. En het gaat over slaaptraining. Ik heb nog niet helemaal afgekeken, maar een van de eerste zinnen was over dat je een jonge baby eigenlijk nog niet kan leren in een wiegje te slapen. En dat klopt zoals ze zegt ook, er zijn uitzonderingen. Maar bij Eden hebben we dat dus wel gedaan. En zelfs nu nog steeds. Niels wil altijd graag bij me slapen. Maar Eden wil gewoon slapen zeg maar, in haar eigen bed. Eden heeft eigenlijk altijd 's nachts altijd goed geslapen. Overdag was het natuurlijk een verschrikking de eerste maanden. Maar, wel eigenlijk altijd haar eigen bedje. Want zij werkt ook heel onrustig van zeg maar, gewoon bij iemand liggen. Om een of andere reden wil ze actie. Want ze wist van gezellig. Dus ze wil gewoon dan. Nou ja, dat. Ook als ze bijvoorbeeld ziek is, Niels, als hij ziek is, wil hij altijd bij mij liggen.
Nederlands ziekenhuis wil ze gewoon met rust gelaten worden. Dat is wel gek, maar ik denk omdat ze is heel erg van de mensen. En ja, ze staat gewoon echt aan als ze bij je is. En als ze alleen is, dan ja, gek is dat eigenlijk dat werkt. Ik dacht vanaf die barbecue gaat er ook alles stinken. Dus ik heb wel een andere trui aan, maar ik heb wel gewoon weer die rok aan. We zijn even in de rij bij de Zara. Dat ding passen voor Niels. En ik heb ook een trui voor Eden. Ja, dat zo. Nu gaan we weer op de fiets. We zijn bij een fiesta. Oh, Niels buik. We gaan nog barbecue om. Daar slaapt een man. Make-uploze vrouw. Ik heb net make-up eraf gehaald. We zijn net terug. Het was heel gezellig. Heden ligt op bed. En ik ga zo Niels naar bed brengen. En het is nu 8:00. Ik ben kapot. Ik zit even vlog te werken. Die morgen natuurlijk online moet komen. Hier naast me even voor 2 te slapen. Het is 9:00. Het wordt een wilde avond. Ik denk dat ik zo even een serietje ga kijken. Ik ga op tijd naar bed. Ik heb vanmiddag nog wel even mijn kleine uiltje geknapt. Maar ik ben vooral moe. Ik voel me verder prima. Ik ben wel moe. En ja, eerst maar even die vlog afmaken nu. Exporteren duurt altijd het langst. Maar ik hoop dat ik al nog red voordat ik ga slapen. Dit is toch niet te geloven, jongens. Echt waar. Ik kan deze vlogs gewoon beter ziekenboeg noemen. Gewoon non-stop. Om 4:30 vannacht nog Niels te klagen over buikpijn. Nou, dat stopte niet echt. Uiteindelijk is hij bij ons gaan liggen. En op een gegeven moment, toen dacht ik, volgens mij moet hij overgeven. Dus nou, dat weet ik zo te zijn. Dus naar de wc overgeven. Voor het eerst, hij heeft het nog nooit overgegeven. Ja, baby, maar niet. Maar goed, Sven en ik vonden ons eigenlijk ook al sinds gisteravond niet lekker. Ik heb gisteravond nog even een serietje gekeken en ik dacht er helemaal oké. Niet denken aan eten, misschien blijft het dan binnen. Ik weet niet of het door de barbecue komt of niet. Maar in ieder geval, want Elen was afgelopen week ook aan het overgeven en zo. Dus of we hebben dat of niet. Nou ja, goed. In ieder geval, Sven voelt zich behoord. Ik voel me behoord. Ik hoef gelukkig niet over te geven, maar via de andere route. Niels net weer overgeven. Wat echt sowieso niet leuk is om je kind te zien overgeven. Maar als je zeg maar zelf ook misselijk bent, is dat geluid en die geur best wel intens. Maar goed, ik dacht, ja, maar Elin heeft energie voor 10. En die moet natuurlijk gewoon lekker naar buiten. Nou, ik durf niet bij de wc weg. Ik dacht, nou, ik bel mijn ouders eventjes hoe. Dus bleek mijn moeder ook te hebben overgegeven vannacht. Maar die denkt dat het gewoon iets eenmaligs was. Want die voelt zich nu weer prima. Mijn vader komt heel en zo ophalen. Die voelt zich prima. Dus dat is fijn. Dan kan zij gewoon lekker daar de energie kwijt. En gewoon iemand die met haar speelt. En dat is ook fijn voor ons. Want dan hebben wij gewoon rust. Ik denk dat wij gewoon lekker met Niels op de bank een filmpje gaan kijken. Nou, Niels wil niks eten. Nou, wij zelf ook niet. Dus het wordt een hele spectaculair. Ik probeer me al zo even te gaan douchen. Want mijn haar die heb ik dus na het stappen niet gewassen. Omdat ik dacht, ja, barbecue. Dus dat is sowieso natuurlijk stank. Maar nu ruikt dus de hele tijd zo'n geur van barbecue en stappen. Dat is echt niet oké. Dus ik ga zo proberen even mijn haar te wassen. En nou ja, hoop dat ik dan niet godsdienstig naar het toilet moet. Het is echt de laatste weken niet oké. Gewoon hoe vaak ik zo zeg maar in beeld zit. Dat je denkt, het is voor niemand leuk. Maar komt goed. Mijn vader komt er zo aan. Ik heb hele spulletjes gepakt. En nou ja, Niels ligt gewoon voor pampers op de bank. En Sven ook. Als ik me zo voel als nu, eet ik vaak vermicelli soep. En dan brood en cola. Niels heeft sinds een uurtje of, wat was het, 10, 11, niet meer gespuugd. Dus 10 uur denk ik. Dus dat gaat goed. Wij doen gewoon een beetje shifts. Hij heeft een tijdje filmpjes zitten kijken, maar ja, je gaat ook niet de hele dag filmpjes zitten kijken.
Tenminste, hij niet. Even zo. Bup, bup, bup. Nu natuurlijk wel iets meer dan normaal, maar nu doen we even in shifts met hem spelen. En nu is even aan de beurt. Nee, dat is lekker met mijn ouders. Die heeft heel erg veel zin. Ik was even slaapzakje vergeten mee te nemen, maar gelukkig had ik nog iets liggen. Sorry. En ik zit maar een beetje een vlog te bewerken. Want dat is dan in ieder geval, zet ik mezelf nog een beetje nuttig in. Dit is toch living the life, hè, middens? Oh, man. Hi. Lekker mij zien. Ik dacht, ik laat nog even zien wat we gisteren gekocht hebben voor de kids. Deze is niet van Zara, maar van Hema volgens mij. Ja, Hema, die heeft mijn moeder, zag die bij de Heemarkt liggen. Een heel leuk bloemig jurkje met korte mouwtjes. Super knieuwd. Ik vind het sowieso altijd met dit soort printjes makkelijk, want dan zie je ook vlekken hier makkelijk op. Dat is altijd fijn, hè? Dan deze spijkerbroek. Dit is een regular. Hij haalt eerst een skinny aan, maar daar kon zijn been niet doorheen. Maar terwijl hij normaal ook wel zijn voet, zeg maar, paste er niet doorheen. Maar ik ga nog even op de site kijken, want ik vind die skinny altijd wel heel leuk bij hem staan. Omdat hij dunne benen heeft. Dan dit broekje voor Elin. Zo weer iets groter. Deze is een schattig onderkantje. Deze heeft Sven uitgekozen. En dit jurkje, denk ik dat is. Shirtje is het. Ja, met een beetje van die broderie aan de bovenkant. En hier ook op het ruggetje nog een beetje. Met van die knoopjes. Heel schattig. Met een soort ruitje zit erin. Deze trui, dit is maar 80. Maar ik dacht, zeg maar, wel een lekker sweatertje ook voor vakantie om even ergens overheen te gooien. En dit jurkje. Heel veel dingen zijn ook een beetje voor richting de vakantie in de zomer en zo natuurlijk. Dus deze is ook maar 80. Ook heel cute jurkje. En dan nog een zonnebril voor Niels. Die is gek op zonnebrillen. En we hadden voor hem nog een andere broek. Maar die heb ik inmiddels alweer gewassen. Want die had hij gisteren aan. Ja, ik moet nog even bed opmaken. Deze, ook een leuke broek. Deze lichtgrijs. Dus, oh ja, met van die stukken op de knieën. Dus dat. Grapje trouwens, dit is de voorkant. Ik weet niet waarom ik net dacht van, dat het de achterkant was. Maar de scherpte ontbreekt een beetje, maar super cute. Goedemorgen, het is maandag. Ik heb gisteren niet echt meer gefilmd. Zeg maar gisteren, in de loop van de eind van de middag voelde ik me steeds slechter worden. En ik heb buikgriep, zeg maar, begon gisteren natuurlijk al, maar nu is het helemaal niet oké. Okay. Ik ben al 2 kilo kwijt. Dat zegt denk ik genoeg. Het is ongelooflijk. Wanneer is dat eerste jaar van het kraftblijf voorbij? Ja, het schijnt sowieso te heersen, maar toch. En ik pik altijd alles op. Dus, goed. Anyhow, ik lig hier. Eén heeft nog bij mijn schoonouders geslapen. Of bij mijn schoonouders. Bij mijn ouders slapen, sorry. Ik heb ongeveer niet geslapen vannacht. Dus ik blijf even in deze houding liggen. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Met hopelijk minder bacillen, meer plezier. Dankjewel voor het kijken. Doeg!